Oh, we zouden beginnen met een disclaimer. Oh shit, ja, maar dat moeten we eerst klaar hebben, toch? Nee, de disclaimer was dat niets wat we zeggen waar hoeft te zijn, of zoiets. Ja, precies. Dat we er makkelijk een factor 10 vanaf zitten als we getallen noemen. Heel makkelijk. Zoals bij de Banda-eilanden. Ja. Volgens iemand die kijkt zijn er maar 2.500 mensen doodgegaan. Ik vraag me af hoe die dat weet trouwens. 17e eeuw. Niet heel veel hele goede nauwkeurige gegevens. Geograaf. Zelfs in die tijd was uit te roeien toch iets waar je denk ik niet bij ging staan met een vinkje zetten op een ding of met zo'n klikker. Nee. Nee, geografisch zitten we meestal wel goed, maar qua getallen en jaartallen kunnen we er best wel eens naast zitten. Zeker, we kunnen wat alles betreft ernaast zitten. Ja, want de meeste dingen die... Ja, ik van alles weet ik, wat ik zeg, weet ik ongeveer de helft. En van die helft weet ik maar de helft zeker. Ja, en ik neem alles aan wat hij zegt. Dus en bijna alles wat ik zeker weet, klopt denk ik ook niet. Dus, hoe zeggen ze dat nou altijd? Het is geen beleggingsadvies wat we doen. Oh, nee. Ja. Nee, ik zou heel groot inkopen in sla. Ja, nee, ik zou heel groot inkopen in Zuidpoolijs. Oh. Dat wordt schaars namelijk. Oh, dat is wel een goed idee. Dat heb ik wel een keer gedacht. Je moet dat, die gletsjers, ja, die moet je afzagen, smelten en in flessen doen. En dan heb je dus... Want die zijn miljoenen jaren oud. Dus dan kun je mensen dus een bronwatertje verkopen van water van lang voor de industriële revolutie. Kun je vermogen voor vragen. Ja. Want je hoeft er alleen maar bij te zeggen dat het gezond is en iedereen gelooft het. En als we dan vies water daarheen brengen, dus water van koelcentrales, weet je wel. En dat gaan we dan weer invriezen. Dan gaan we dan weer invriezen. Dus over 600 jaar denkt iemand anders hetzelfde. Maar 600.000 jaar, maar... Ja, en dan drinken ze gewoon radioactief afval. Dan krijg je allemaal van die wijven die licht geven in het donker. Ja. Weet je hoe handig dat is? Dat is heel handig, ja. Super. Hey, was een leuke week. Amsterdamse jeugd heeft iets nieuws ontdekt. Maar het werkt niet echt. Stepjes? Nee, dreigen dat je school schietpartij gaat komen. En dan gaat hij misschien wel dicht. Maar ik begreep dat er de eerste dag inderdaad ging hij dicht. Ja. Die gast die het gedaan heeft is opgepakt. Ja. De dag erna al, hè, we hebben het over copycat gedrag, 20 dreigingen aan 20 verschillende scholingen. Toen dachten ze van ja, wat is het, die laten we gewoon open. Het is eindexamentijd, toch? Ja. Ja. Oh, ik heb niet goed geleerd. Eerst had ik dacht van jezus, dat wij daar vroeger niet op kwamen. Maar toen dacht ik ook van, vroeger had het helemaal niet uitgemaakt. Niemand, als de conciërge of weet ik voor wat zo'n mailtje had gehad, had gedacht dat dat was het wel, zeg maar. Delete. En tegenwoordig nemen we dat soort shit serieus. Maar ook weer niet zo serieus dat die 20 scholen dicht gaan. Dus, nou ja. Ik vond het grappig. Ik vond het ook super grappig. Er was vanochtend een ding over... ik dacht, laat ik eens actueel beginnen. Rekeningrijden werd helemaal voorgerekend. Ja, alweer? In de Telegraaf. Gaan ze weer doen? Ja, ze gaan het weer doen. Maar wanneer? Maar ja, dat voor een gemiddelde gewoon werkende met woon-werkverkeer... kan dat gewoon makkelijk tot 300 euro per maand. Nou, in mijn geval meestal het dubbele. Ja, zoveel rij jij niet. Ik rijd als een gol. Dat is op de een of andere manier. Alles kost maar meld. Nou, jij rekent je bekeuringen erbij in. Nee, die waren er al. Ik heb wel in mijn boekhouding een speciaal mapje, zeg maar. Zo'n tabblad voor boetes. Zo van, ik trek ze niet af, maar ik heb ze wel. Ja, ik betaal ze altijd wel voor mijn zakelijke rekening. Dat vind ik toch wel gepast of zo. Wij hebben natuurlijk... Ik rijd nooit zakelijk bijna. Wij hebben raar woon-werkverkeer. Kijk, ik werk gewoon 2 keer in de week naar een klant. En geen idee wat dat voor mij wordt en hoeveel ik dat dan door moet berekenen. Nee, ik snap het. Weet je wat het wel is? Kijk, en dan kost het bij sommige gevallen 200. Dan gaan ze regelingen aanpassen. En tegen de tijd dat ze klaar zijn, dan klopt niks meer. Ja, en dan zeggen ze ook van ja, dit moet gecompenseerd worden vanuit de werkgever. Wat heeft het dan voor zin überhaupt allemaal? Dan uiteindelijk dat gewoon de mensen die niet werken, die zijn dan de lul. Ja. Ja, maar dat zijn ze toch al. Ja, maar de theorie die erachter zit, is dat dus, denk ik, dat inderdaad dat... Rijden voor je plezier, dat mag natuurlijk niet. Nee. Stel je eens voor dat je plezier hebt, zeg maar, als Nederlander. En dan zijn we al een Calvinistisch kutland, waar plezier al sowieso verdacht is. Ja.
En dan stel dat je een keer voor je plezier in je auto stapt om een stukje te rijden. Gewoon stress van je af. Ja. Nu, dat mag niet. Dat mag niet. Dus inderdaad, dan woon-werkverkeer, nou ja, prima. Dat betaalt aan je werkgever. Dat is natuurlijk helemaal niet prima, want dat gaat gewoon weer van zijn winst af. Die gaat weer mensen ontslaan, whatever. Dat hoef ik allemaal niet uit te leggen. En dan hou je dus mensen over als ik, die zelden eigenlijk echt voor hun werk rijden. Hmm. En ja, die moeten dan lappen, zeg maar. Ja. Dus jij betaalt voor het plezier van de ander. Nee. Ja. En je eigen plezier. Nee, ik betaal voor de wanen van de mensen in Den Haag. Ja. Gewoon die kunnen... Heel veel mensen tegenwoordig... mensen kunnen steeds minder goed verantwoordelijkheid nemen. Omdat we natuurlijk zo'n door en door... hoe heet dat? We zijn zeg maar zo'n beschaving waar niemand dat meer wil. Ja. We willen niet sterven voor ons land, maar we willen ook niet ergens verantwoordelijk voor zijn. We kunnen het liefst de hele dag lopen janken. Dus daarom gaan vanzelf al minder mensen auto rijden. Want dat is een hele grote machine en dat is een grote verantwoordelijkheid om auto te rijden. En op platteland natuurlijk is vanzelfsprekend dat je auto leert rijden, want anders kom je nergens. Maar in de stad, gewoon die gemeenteraad van Amsterdam, die wordt bestuurd door mensen die dus geen auto rijden. Mm-hmm. En die maken dus al die regels en die willen namelijk dat die auto's weggaan. Want A, automobilisten zijn dus mensen die wel verantwoordelijkheid kunnen nemen. Ze zijn stikjaloers op. Ja, of ze hebben een privéchauffeur, dat kan ook. Ja, precies. Maar dan heb je dus voor je gevoel ook geen auto nodig. Nee. Het is, we worden geregeerd door mensen die compleet losgezongen zijn van iedere vorm van fysiek iets kunnen. Ja. Er is niemand die nog een plantje kan verpoten zelfs. Die hele GroenLinks-fractie, die hebben nog nooit zwarte grond aan de handen gehad. Ik garandeer het je. Grond van kleur. Ja. Hm. Die grap kan ook al niet meer. Hè? Nee, zwart mag. Ja, weet ik wel, maar gewoon van kleur grapjes zijn ook al van zo 2000 nog iets. Die zijn op zichzelf... Eigenlijk van kleur zeggen op een bepaalde toon is ook racistisch. Oh, ja. Toon is heel belangrijk. Ja, ik ben toondoof. Ja, ik zag laatst nog een heleboel LP's van Toon Hermans. En ik zat toch in mijn hoofd om ze mee te nemen. Oh, trouwens. Maar ik heb er al een paar en die draai ik ook nooit, want het zijn allemaal hele belegen geintjes. Trouwens, we hebben ooit singeltjes opgenomen. Dat kunt u op ons kanaal vinden. Dat we hebben een hele lijst dat we naar singeltjes luisteren. Dat is hartstikke leuk, een stuk of 60 of 80. Ik ben 60. Maar ik ben er ook een kwijt. Gerhard was een paar kwijt. Ik ben een box kwijt met Human Alert. Een box? Ja, daar zaten er 5 in. Ja. Misschien is mijn schip een soort zwart gat voor singeltjes. Ja, je had toen ook last van lekkage. En toen misschien heb je daar een gat mee gedicht. Nee, ik moest nog wel wat vocht onder de vloer opdeppen. Ik denk dat ik daar singeltjes voor heb gebruikt. Want vinyl is wel... Het staat erom bekend dat het heel goed... Het is toch ook een oliederivaat? Wat? Vinyl? Zeker. Ja. In de Sovjet-Unie maakten ze illegale LP's op röntgenfoto's. Oh ja, dat heb je me een keer laten zien. Ja, had je er één ook? Nee. Of heb je het gewoon online? Heel de hand wel geld waard, geloof ik. Hmm. Maar ik kom niet zoveel meer in Rusland, want dat is verdacht. Dat is verdacht, ja. Ik had laatst een filmpje gemaakt met mijn beste camerawerk. Daar had ik pianomuziek onder gezet van Rachmaninoff. Mm-hmm. Want dat monteerde lekker en zo. Kijk maar eventjes op mijn Twitter of Instagram, mensen. Hartstikke leuk. Mm-hmm. Maar toen kreeg ik van Instagram... Nergens had ik een copyright infringement. Want het is wel van een echte plaat van zo'n Deutsche Grammophon, weet ik veel wat. Yeah. Maar op Instagram kreeg ik een waarschuwing dat mijn... film niet in Rusland en Wit-Rusland vertoond kon worden. Vanwege copyright dingen. Het is toch een Russische componist. Ik snap het niet. Ja, weet ik niet. Ja, ik meen dat het grootste deel van de wereld is, geloof ik, 70 jaar staat ervoor. Hè? Na de dood van de componist, dan is het fair game. Ja. Iedereen mee doen wat hij wil. Ik weet niet of er ook nog iets van een copyright op de uitvoering zit. Ja, dat vraag ik me af. Maar het kan natuurlijk heel goed dat Rusland gewoon zoiets heeft van... ja, maar wacht eens even. We hebben de afgelopen 70 jaar is er niks nieuws bijgekomen... wat het copyright er waard is. Weet je wat, die oude jongens, die houden we gewoon laten we doorlopen. Nee. Kan best zijn dat die copyrights in handen zijn van Poetin.
Dat gewoon op enig moment tijdens het communisme al die copyrights naar de staat zijn gegaan. Ik weet het niet. Maar goed, er is vast natuurlijk iemand... Maar dan ook alleen gaat Instagram, lachen op LinkedIn mocht het, op Twitter mocht het. Alleen, dus die copyright claim is alleen op de Instagram. En waarschijnlijk Facebook, heb ik niet geprobeerd. Ja, maar het kan gewoon zijn dat Instagram als enige een goede filter heeft... die zeg maar ook jouw mix zeg maar, nog herkent. Ja. Nou, ik vond het grappig. Ja. Zo, kies jij maar wat uit. Nou, het grote nieuws van de week was natuurlijk Gijs van Dijk... Oh ja, 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 ja. Dat was smullen. Dat was zo leuk. Ja, was het niet een beetje eenzijdig onderzoek? Het was een interview met één man. Ja, ja, maar dan zeg maar de andere kant zegt dan... Ja, maar hij citeert alleen maar Gijs van Dam. Gijs van Dijk. Ja. Nee. Ja, daar is het een interview mee. Nou ja, weet ik niet. Er zijn een paar dingen natuurlijk aantoonbaar, hè? Dat vond ik gewoon van zijn persoonlijke verhaal en hoe die genaaid werd door die fractie. Dat hij dus naar gillend, schreeuwend op de weg lag en zo. Gewoon duidelijk een zenuwinzinking had. Ja. En dat hij direct naar een psycholoog ging en dat dus interne communicatie bij het PvdA was dat niemand het geloofde. Oh. En toen heeft hij dus zijn medisch dossier opgevraagd en gezegd van hier, bam. En toen, oh ja, dat deed hij allemaal wel echt. En dat is natuurlijk wel, ja, wat voor cultuur heb je dan? Maar de conclusie is toch een beetje dat... Ik weet opeens niet meer wat ik heel wilde zeggen. Snel, neem het over voordat ik een losfiguur maak. Allermooiste vond ik dat Rutte gewoon mensen helemaal gek heeft gemaakt. Er kwamen er kabinetsonderhandelingen. Ja, Rutte ja, die ja. zei van, willen jullie in het kabinet? Moet je samen gaan. Ja. Moet je gewoon samen gaan. En dat ze in één keer ook echt gewoon als een paar domme snollen... Ja, we moeten samen gaan. Met elkaar onder de douche zijn gesprongen. Ja. Echt, het is ongelooflijk. Want... En Kariep en Van Dijk, die wilden als enige niet samen douchen. Nee, precies. En die zijn er dus hardhandig uitgerold, geduwd. Oh ja, precies. Maar stel je dus voor, hè, gewoon eigenlijk je ideologische politieke... De grootste tegenstander, ook nog eens al heel lang premier van het land. Kun je kritisch over zijn? Die zegt tegen jou, weet je wat jij met je partijtje moet doen? Samen gaan met dat partijtje, wat de andere ideologische opponent is. Krijg je 25% ja. aandelen. Ja. Ja, aandelen. Oh man, dat is toch... Hoe ontzettend achterlijk ben je dan als je dan daarvoor in de houding springt? En ik weet nog wel, dat was die tijd dat Klaver zo'n beetje echt wel over zijn... Hoge punt heen was? Houdbaarheidsdatum heen zat. Yes. Dus die moest eigenlijk wel bestuurder worden. Dat was helemaal de gedachte. Ja, hij zit er nog steeds. Ja. Ja. Gaat lekker, hè? Poef. Ja, gaat hartstikke mooi. Ja, hij had ook een keer zo'n bolle kop. Echt zo'n Haagse ivoren torenkop had hij. Ja. Heeft hij nog steeds. Echt zijn jeugdig elan is helemaal weg. Is... Ooit gaat hij dan lijken op de Penguin uit Batman. Oh ja, 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 ja. Oh, dat is een beeld dat ik nooit meer kwijtraak. Net zoals hij ook niet. Net zoals dat Samson op een gegeven moment als de Joker werd afgebeeld. Dat kan ik ook nooit meer onzien. Ja, ja, ja. Oh jezus. Is er politieke dingetje dat je uiteindelijk er altijd als een figuur uit Batman uit gaat zien. Maar nooit als Batman zelf. Nee, maar wel alleen als je bij de PvdA zit. Oh, of GroenLinks. Ja, nee. Ja. Oké. Wat dat betreft passen ze weer goed bij elkaar. Het zijn beide partijen met Batman-randfiguren. Verder was de conclusie ook, dat wou ik net zeggen... Dat je als publiek figuur maar beter niet op een datingsite kan zitten. Wat stel je voor? Je zou eens een match hebben. Yeah. Oh ja, oh, dat was ook ja. Oh, dat was bizar. Ja. En ook gewoon... Er is dus bij de PvdA besloten... dat relaties alleen nog maar goed mogen gaan. Ja. Je mag nooit eens een gok nemen. Nooit eens kijken van, nou, eens kijken hoe dit uitpakt. Ja. Nu, als jij na 3 keer ergens opgelegen te hebben... denkt van, nou, dit is toch wel een beetje... Op 3 keer, soms weet je het na 1 keer wel. Ja, nou ja, wij wisten het. En dan moet je opeens specifiek... bij de vuur komen. Je had een one-night stand. Ja, ja, ja. Het is zo puriteins ook gewoon. Ja. Ja, ik vond het wel genieten. Maar ook inderdaad, dus dat je verdacht wordt gemaakt... omdat je op een datingsite zit. Ja.
Oh, dat mag niet. Misschien moeten wij een datingsite beginnen voor politici. Waar je alleen op mag als je in de Tweede Kamer zit. Nou, wie gaat daar verder nog op dan? Wie wil er nou daten met een politicus? Je hebt gewoon 150. Ja. Weet je zeker dat je genaaid wordt? Ja. Ja, en dan begon Katinka Simons, ook wel Tinkerbell, begon nog te roepen. Maar ik weet helemaal niet wat dat voor een steekhoudend argument was. Ja, maar hij had ook een relatie met Asje Kuiken toenertijd. Waar, ja, ik geloof dat dat nergens ontkend of ontkracht wordt of bevestigd. Maar dat is dus, zie je wel, wat een hufter. Ja, hij had misschien door elkaar lopende relaties en hij begon de nieuwe voordat de oude goed een afscheidsbrief had gehad. Ja, kijk, het is een man met natuurlijk een boterzacht karakter. Ik ken hem niet. Ik heb helemaal geen beeld van hem, behalve een foto die ik net zag. Ja. Maar ja, ik moet zeggen, het is ook niet heel fris natuurlijk. Het is wel leuk om in relaties enige mate van eerlijkheid naar elkaar te hebben natuurlijk. Ja. Dus twee relaties tegelijkertijd. Maar laat ik het zo zeggen, ik vind het in mijn vrienden niet het allerbeste karaktereigenschap om aan te treffen. Maar verder, het is niet illegaal of zo. Het is niet verboden. Het is sterker nog, die seksuele revolutie waar de hele PvdA vooraan stond, was het te doen gebruikelijk. Ja. Dit moest, zeg maar. De gebaande paden moesten omgeschoffeld worden. De bestaande structuren moesten overhoop. Het huwelijk moest kapot. Alles moest kapot. Huwelijkse trouw moest kapot. Monogamie moest kapot. En dan heb je nu zo'n gastje die dat allemaal in de praktijk brengt. Ja, en dan moet hij kapot. Want hij wil weer niet onder de douche met GroenLinks. Nee. Ja, en hij had dan ook last van een stalkende vrouw. Die echt niet goed was bij de PvdA of zo. Ja, maar dat vind ik ook. Dat geeft zo de indruk dat die anderen dus wel goed zijn. Terwijl wanneer je denkt van ik ga met een Gijs van Dam. Is dat een teken van nou briljante geestelijke gezondheid? Nee. Want had hij niet al die tijd ook al die vrouwen? Of was hij even vrijgezel of wat? Ja, ik heb er volgens mij een jaar geleden over deze zaak gelezen dat er inderdaad wel eens wat overlap was. Maar dat hij gewoon niet genoeg ballen had om het snel uit te maken. Ja, dat heeft iedereen precies. Wel eens. Ja, niemand uitmaken, dat is... Nee. Maar over stalken was nog een bizar nieuwtje. Ik wou even aanhaken. Mm-hmm. Er heeft een man in de gevangenis gezeten wegens stalking. Op een gegeven moment was er een televisiemaker, Thijs Zeeman, die wilde een programma maken over stalking. Dus die nodigde slachtoffers uit om te praten over stalking. Dus die mevrouw die gestalkt werd door die man die in de gevangenis zat, die meldde zich aan, want die wilde daar wel over vertellen. Mm-hmm, mm-hmm. En die bleek gewoon geen coherent verhaal te houden. Blijkt dat zij zich al die tijd zelf gestalkt heeft en die man er de schuld van gegeven heeft. Wauw. En dat kwam dus uit door dit onderzoeksjournalist dingetje. Wow. Oh, stel je toch voor, zeg. Zit je daar in de bak, hè? Ja, en je ziet hem dan schreeuwend de rechtszaal uitgaan. Ik heb het niet gedaan. En iedereen denkt, ja, vies Rick. Ja. Is stalken vies? Het is creepy, maar is het vies? Ja, vies Rick, klootzak, weet ik veel wat je zegt. Ja, zo. Ja, ik weet niet wat voor bewijs je over moet overleggen van stalken. Nee, het is een zaak die al wat ouder. Hij ging volgens mij in 2017 in de gevangenis. En zij maakte gebruik van spoofing. Waarbij je dus de afzender van een e-mail kan veranderen. En dat was volgens dit artikel in der tijd nog niet zo'n bekend gegeven bij de rechterlijke macht. Dus zij spoofde, zeg maar, hem steeds als afzender. Wow. Aan zichzelf, ja. Naar zichzelf. En waarom hij en dit, dat afgewezen, ben ik afgewezen natuurlijk. Ja, dat zegt het verhaal misschien wel of niet, maar dat doet er verder niet toe. Het leed is al geleden. Wauw. Oh. Barry is blij met de beslissing van het OM, laat hij weten.
Dat snap ik. Ik zag laatst zo'n filmpje. En volgens mij, ze hebben het in heel veel landen. Volgens mij was dit, denk ik... Hij moest er zelfs voor naar het Pieter Baan Centrum, sorry. Ja. Er worden allemaal vrouwen gevraagd. Zo van, als je moet kiezen of jij gaat dood of je man gaat dood. Al die vrouwen zeggen, ja, hij gaat dood. Ja. Ja, waarom zou ik doodgaan? Ja. En dan die mannen. Jij gaat dood of je vrouw? Nou, dan ga ik wel dood. Echt allemaal zo van, ja, nee, ja, nee. Dat, nee. En dan... Dit is eigenlijk hetzelfde met de rekening betalen. Leg uit. Nou ja, op een eerste date ben je toch een hork als je voorstelt dat je als man dat je de rekening wil splitsen. Nee, maar verrassend veel meisjes doen dat, stellen het wel voor. Gewoon een beetje zo afwachtend. Het, zo van... Ja. Nee, ze zullen nooit al betaald hebben. Ik stel het niet eens voor, ik ga even plassen, er is stiekem al betaald en dan gaan we weg. Ik doe er nooit stiekem over. Nee, niet stiekem, maar ik vind dat hele vraag om een rekening en wachten... Altijd, ik doe altijd van... ik tik deze wel even af en jij weet wel hoe dat dan verder gaat, hè? Ja. Je moet wel duidelijk maken waar je voor betaalt. Ja. Je hebt gewoon een paar uur plezier gehad. Ik heb maar een paar minuten nodig. Ah... Dit is ook allemaal niet waar, hè? Nee. We verzinnen alles gewoon. Grappetjes. Over slecht omgaan met vrouwen gesproken. Ja. Epstein. Oh ja, die was daar goed in. Die, dat schijnt nu uit te komen, maar ik heb het te lang geleden gelezen om precies te weten. Ja. Maar in ieder geval Bill Gates, die had een affaire met een Russische bridge speler. Ja, ik weet niet wat bridge is. Ik ken het als fotobewerkingsprogramma. Nee, bridge is... kaartspel. Een kaartspel voor... Maar dat is toch geen beroep? Jawel, dat is best een elitair kaartspel. Maar... Ja, maar geen beroep. Dan zijn er wereldkampioenschappen bridge waar je rijk voor wordt. Ja, zeker. Met schermen en er zijn spionagedingen en afkijkmethodes en... je mag dan niet signalen geven, want je doet het met twee paren. Je speelt 2-2. Anyway, ik heb dit bericht ook gezien. En op het begin dacht ik van, wat doet Bill Gates? Wat heeft hij nou gedaan en Epstein? Maar uiteindelijk denk ik, wat is er nou gebeurd? Hij had een relatie, terwijl hij getrouwd was met een jonge, meerderjarige vrouw. Mm-hmm. En daar probeerde Epstein... hem mee te chanteren, zegt het verhaal. Ja, dat kan heel goed hoor, als je getrouwd bent. Ja, maar je kan je ook moet niet denken dat Melissa Gates iemand is die denkt van... Oh, tuurlijk, schatje. Sterker nog, dit kwam alsnog uit en ze was meteen bij hem weg... en nam de helft van zijn geld mee. Ja, er blijft genoeg over. Voor dat Britse meisje ook. Ja, nee, er blijft genoeg over. Maar je wordt niet zo rijk als je vindt dat je de helft wel minder... Nee, oké, maar hij is chantabel en dat geloof ik allemaal wel. Maar wat... En Epstein ging dood. En Epstein ging dood, ja. Maar, en daar hebben we dat bizarre... Maar Epstein interview. Is vooral omstreden omdat hij dingen faciliteerde met minderjarige vrouwen. Dus op een gegeven moment was ik de relevantie van dit verhaal kwijt. Epstein was natuurlijk gewoon een man... die uit was op het chanteren van... Dus hij zocht sowieso over... Maar eerst dacht ik, hij heeft dat Brits meisje geregeld. Maar dat was gewoon een soort cadeautje wat in zijn handen viel, zeg maar. Dat zit er dik in, ja. Ja, ja. Maar dat kan, nou, het kan ook nog best wel zijn dat hij er geregeld heeft. Is Russisch. Is wel schattig, toch? Ja, met van die kinderlijke lange vlechten. Ja. Een beetje Pippi Langkous. Pippi Langkous. Aandouwen bent. Ja. Maar dat, dat vindt zo'n... Maar seks met Bill Gates, dat is geen pretje, denk ik, hoor. Nee, ik snap sowieso jonge vrouwen niet die seks met oude mannen willen. Behalve dan dat er geld voor, dat het misschien geld is. Maar ik snap niet wat je daar aantrekkelijk aan kan vinden. Oh, dat snap ik volkomen. Ja? Ja, ik voel me... Dat is een beetje een Beauty and the Beast ding. Ik voel me altijd enorm aantrekkelijk voor jonge vrouwen. Ah, ja. Dus even kijken, hoor. Ja, dus... En je hebt natuurlijk dat interview waar die dan zo heel... New York Post, mensen. Als je een linkje zoekt, New York Post. Ja. Oké, dan is dit ook alweer af. Ja, gaat lekker, gaat lekker. Gaat wel mooi snel vandaag. Ja, misschien... We kregen heel veel kritiek van de nieuwe, hè, laatst. Dat we gewoon niet uit onze woorden kwamen en alsof we dronken waren.
Ja. Vrijdagochtend? Vrijdagochtend. Ik weet ook niet waar die dat vandaan haalt. Ja, we lezen niet voor van een teleprompter, dat scheelt. Nee, en we schrijven het ook überhaupt niet uit. Nee, we hebben echt geen idee waar we het over hebben. Nee, we doen maar wat. Ik ga even een Twitterberichtje aanklikken. Wat is dit? Er staat namelijk geen onderwerp bij. Ah. Wat was dit? Oh, dat is van jou, denk ik. Oh nee, dat is weer Gijs van Dijk. Dat hebben we al gehad. Ja. Dus... Ja, ik had nog een dingetje. Iets met vissers. En er was een tweetje en er was een visser aan het woord. En die... En wat die zegt, is het volgende. En op zich is het interessant, maar misschien ook wel gewoon gelul. Die zegt van, al heel lang geleden wilden ze gaan monitoren waar we visten. Dus al die boten die kregen zo'n GPS-zender bij mee. Mm-hmm. En hij zegt van, nou, en de visgronden, waar wij dus altijd visten, dat zijn één op één de plekken waar al die parken worden neergezet met windmolens. Daar gaan ze vissen. Daar gingen ze altijd vissen. Maar nu wordt het volgeramd met windturbines. En dat doen ze dan omdat daar de visjes zijn of zo? Of omdat daar waarschijnlijk omdat daar de vloer, de bodem wat minder diep is. Omdat ze daar dan makkelijker, en dan zijn de visjes makkelijker te vangen. Maar ook de palen makkelijker neer te zetten. Ja, dat zou ook kunnen, inderdaad. Het kan heel goed zijn dat er een... een ding is, maar de visser die zegt van, nou, dit is al heel lang een plan. Ze zetten die eigenlijk suggereert hij dat die windturbines er alleen maar neergezet worden om de vissers kapot te maken. Oh, gaaf. Zo. Ja. En op zich op een bepaalde manier, als je natuurlijk visser bent en je hele wereld staat in het teken van vissen. Ja. En dat is jouw livelihood, zoals de Engelsen dat zo mooi zeggen. Wat is het Nederlandse woord daarvoor? Levensdoel. Je brood. Ja. Dan snap ik wel dat je dat zo ervaart. Ja. Maar... Er is een spreidingswet aangenomen. Ja. Weten we wat dat is? Ja, toch? Maar volgens mij kun je... Ja, dat... Het wordt een hele interessante toestand. Want je krijgt namelijk dus dat de gemeentes... die krijgen gewoon een kwotum aan hoeveelheid gelukzoekers... en andere rifraf uit... Ja. Ze moeten opvangen. Ja. Oh ja, en natuurlijk ook mensen die... Het gaat over asielzoekers, hè? Precies, die voor lijf en leden moeten vrezen. Mm. En een vrouw en kinderen, die vrezen nog veel harder, want die zijn nog thuis meestal. Anyway, zulke personen. Mm-hmm. En dan krijg je dus, want het zijn natuurlijk mensen, het zijn allemaal mensen. Oh, trouwens, hij is niet aangenomen. De VVD lijkt toch bedenkingen te hebben, sorry. Grote spanningen binnen de VVD-fractie. Maar dit was woensdag en daarvoor had ik gelezen dat hij was aangenomen. Zie je, geloof nooit iets wat we zeggen. De wet als zodanig is helemaal uitonderhandeld. Daar is de VVD mee akkoord. De oneenigheid gaat over de onderliggende teksten in de wet... waar gemeenten aan moeten voldoen. Aldus politiek duider Arjan Noorlander. Hm. Ik was, nu ik erover nadenk, die verspreiding... ik weet dat de coronawet die is aangenomen. Oh, misschien... Dat weet ik zeker. En dat is, dat is best wel veel bevoegdheden voor mensen die we dus steeds minder vertrouwen. Dat is eigenlijk wel raar dat dat zomaar kan. Hè? Is dat een Nederlands dingetje dat ze dat soort wetgevingen opeens nu erdoor hebben gedaan? Ja. Want nu kunnen ze gewoon te pas en te onpas avondklokken instellen. Nou, en het gekke is dus ook dat er dus, volgens mij heb ik ooit begrepen, is dat er een wereldwijde pandemie, dat heb je eens in 150 jaar zo gemiddeld tot op heden. Ja. Maar iedereen nu we deze hebben gehad, heeft zoiets van... Oh, elk moment kan de volgende uitbreken. Ja. En dat is ook zo, want ik denk wel dat deze uit een lab komt. Ja. Dus ja, je kunt hem laten uitbreken wanneer je wil. Of er kan weer iets fout gaan wanneer je wil. Mm-hmm. Maar jezus. Gewoon bij zoveel maatregelen die... Ja. Trouwens, ik ga van de hak op de tak, hoor. Daar gedij ik het beste bij. Ja. Die Nord Stream dinges, dat was ook een mooi verhaal. Dat volgens Duits onderzoek zouden het nu toch Oekraïners zijn geweest. Mm-hmm. Maar ergens anders in het nieuws was het een rogue groep... die pro-Oekraïne dachten dit even te doen.
En dat is natuurlijk een absurd verhaal. Dat ze gewoon zonder gezien te worden op 2 kilometer diepte... Ja. In internationale wateren of in Duitse wateren, wat was het? Ja. Iets kunnen doen. Gewoon om Oekraïne te helpen. Een rogue groepje die dat dan een bar besluit. Dus je had ook van die rogue groepjes in Vietnam, weet je nog wel? Ja, ja, ja. Die zaten ook onder de grond. Ja. Ja. En die hadden helemaal niks met de CIA te maken. Helemaal niks. Nee, werden die daardoor gevoed? Ja. Oh, dat weet ik allemaal niet. Ja, joh. Wereldwijd. Je hebt gewoon heel veel van die black-op operations van de VS. Dat zijn of huurlingen, oud special forces mensen. En die doen gewoon klussen. En die hebben dus inderdaad formeel geen enkele backup. Dus als die gepakt worden, dan zijn ze vaak ook echt lang de sjaak. En die worden daar dus ook echt voor betaald. Gewoon, de hele wereld is vol met dat soort types. Nee, ja, die Nord Stream kapot maken. Wie heeft daar belang bij? Vooral Amerika. Ja. En eigenlijk dan ook vooral Amerika vanuit een anti-Russisch perspectief. Dus gewoon een deel van de CIA die gewoon, die Koude Oorlog is gewoon het leukste speeltje wat ze ooit zijn kwijtgeraakt. Dus die moeten eigenlijk weer terugkomen. Al die mensen die... Ja. Gezocht, nieuwe Koude Oorlog. Ja, ja, ja. Het zijn allemaal van die Pavlov-reacties. Ja. En... Oh, je mag geen stroopwafel, wil geen stroopwafel, hè? Nee. Nee, ik vind het wel heel aardig aangeboden. Wat? Ik vind het wel heel sympathiek aangeboden. Ja, ik heb het nog niet echt aangeboden, maar... Nou, dit was het dicht bij een aanbod zoals wat je normaal gesproken zou komen, denk ik, met stroopwafels. En als ik had gezegd van ja, dan was er geen haar op je hoofd die had gezegd, oh nee, dat mag niet. Nee, precies. Krijg je niet. Ik ben wel klaar ermee. Maar ja, nee, het is natuurlijk of Amerika of Rusland, zo simpel is het. En of er dan Oekraïners bij betrokken zijn, dat zal allemaal wel. En misschien weet ik veel wat. Dan. Nee, in Oekraïne kun je 2 paspoorten hebben als je wil ook. Hè? Moeilijk is het voor een Amerikaan om een Oekraïens paspoort te krijgen, denk je, op dit moment, als je special ops bent. En je gaat even een vuil klusje fikken. Nee, het betekent allemaal... Niet zo gek veel. Ik vind het gewoon super grappig hoe dat wordt gebracht. Dat er gewoon een vriendengroepje in de kroeg dan s'avonds bedenkt. Weet je wat? We steunen Oekraïne. We gaan gewoon... We doen het nu. We doen het nu. Ja, ja. Een beetje dronken met zo'n bootje de zee op en even duiken. Bam! Gewoon in één keer goed. Bah. Even naar huis wat strijkers meenemen. Roeien. Ja. Dat is super grappig. Ja. Carice van Houten had daar ook een leuk rolletje in kunnen hebben. Oh ja, die hadden we het daar vorige week al over gehad, Carice van Houten. Denk het wel. Die is ook lekker bezig, joh. Ja, die is echt de planeet aan het redden voor de zoon. Ja. Oh ja, zij is dus bang dat die zoon later net zo dom is als zij. Ja, maar ik had later, gisteren was ik aan het eten bij mijn dochter en die kraamt ook dat soort dingen uit. En ik kan me er niet onderuit lullen, want ik... Dan zegt ze, maar iedereen wil toch een betere toekomst voor zijn kinderen? Dan zeg ik, ja, maar toen jij geboren werd, was iedereen bang voor zure regen en een atoomoorlog. En die millennial bug. Millennial bug. En ja, had ik dan geen kinderen moeten krijgen omdat ik bang was voor jouw toekomst? Ja. Maar ja, ik kan gewoon... Ze heeft dan zo'n vast riedeltje wat ze zegt. Ja, ze zijn allemaal geconditioneerd. Ik kom niet tussen. Ik word alleen maar boos. En zij wordt boos. Nou, ik denk altijd, als ik kinderen zou hebben, dan zou ik liever hebben dat er gewoon flinke chaos ontstaat dan niet. Mijn grootste angst is voor de mensheid is dat we steeds saaier, steeds meer ingekapseld, steeds meer op elkaar, op onszelf zitten. En dat er steeds minder gebeurt, zeg maar. Dat we steeds meer een soort stadhuis worden van, weet ik veel wat, bussen of zo. Allemaal een soort van Ja. En ik denk dat dat ook onafwendbaar is. Ik denk dat we helemaal niet bang hoeven te zijn voor die opwarming. Ja, dan wordt het warmer. Nou ja, dat is sowieso mijn favoriete kant op qua temperatuur over het algemeen. Ja. Maar gewoon, ja, weet je... Ja, maar we hebben daar invloed op en dat moeten we toch veranderen? Ja. Ja, weet je, wij hebben er... Kijk,
Het gekke is dus dat zo'n opwarming, dat heeft dan dus allemaal migratiestromen tot gevolg. Hè? Ja. Komen al die mensen hierheen. Die mensen hebben er allemaal geen enkele invloed op of ze hierheen komen of niet. We hebben er geen enkele invloed op of die mensen hier naartoe komen of niet. Maar we kunnen wel het klimaat aanpassen zodat ze hier niet naartoe komen. Oh ja. Dat is echt knettergek. Je kunt gewoon... Er is gewoon, zeg maar, het is bij mij thuis warm, buiten is het koud. Mensen proberen binnen te komen in mijn huis. Het enige wat ik kan doen is de thermostaat lager zetten. Dat is wat ze zeggen. Ja, of zorgen dat het buiten warmer wordt. Ja, of zorgen dat het buiten warmer wordt. Maar gewoon de deur dicht houden, dat is geen optie. Die mensen buiten in de kou, die hebben ook geen enkele andere optie dan mijn huis ingaan. Die kunnen niet zelf een vuurtje gaan stoken. Die kunnen niet gewoon dealen met de omstandigheden die veranderen. Zoals sinds het begin van het universum de omstandigheden al veranderen en zullen blijven veranderen. Nee, dat kan allemaal niet. Nee. Maar wat wij wel kunnen doen is, nou eigenlijk sterker nog, is voorkomen dat het koud wordt buiten. Door bijna alles wat leuk is niet meer te doen. Nee. En dan moeten we niet vooral zelf niet meer doen wat leuk is. Maar andere mensen moeten allemaal doen, niet meer doen wat leuk is. En zelf gaan we natuurlijk gewoon mee door. Maar dan voelen we ons wat schuldig. Ja. Dat is een beetje de filosofie tegenwoordig. Echt, ik vind het zo treurig. En ik ben al iemand die het moeilijk vindt om te genieten van shit. Ja. Maar moet je hun eens bezig zien, zeg. Jezus. Ja. Over 2 generaties verder en niks is nog leuk, hè? Nee, maar kijk, het is dat ik zelf lieve kinderen heb. En de een is wat meer met het klimaat begaan dan het ander. Maar eigenlijk zou je gewoon het argument dat je het toch doet voor een betere toekomst voor je kinderen. Eigenlijk zou je die kinderen gewoon geen recht meer moeten geven. Want ja, die vinden zichzelf dus eigenlijk al overbodig. Te veel. Ja, nou ja, of je kunt zeggen, die vinden zichzelf zo belangrijk en hun toekomst zo belangrijk dat je ze alles af moet pakken wat niet circulair is. Hoe bedoel je circulair? Nou, circulair betekent dat het... Hergebruikbaar of... Ja, precies. Dat je zeg maar aan het eind van de dag geen stoffen in de natuur hebt gebracht die er nog niet waren in die vorm. Ja. Dus al die jeugd, al die Extinction Rebellion, allemaal hun laptopjes inleveren, allemaal hun telefoontjes inleveren. Alles van plastic mag niet meer. Alles van kunststof mag niet meer. Ze mogen niet meer met de auto, ze mogen niet meer met de trein, ze mogen niet meer met het openbaar vervoer. Ze mogen niet meer op de fiets. Want reken maar dat Tata Steel ook nog weer een heleboel energie gebruikt die helemaal niet circulair is. Ze mogen niks meer, nooit meer op vakantie. Ja. En eens kijken of dat dan is wat ze willen met hun toekomst. Hè? Hey, heb jij hartstikke veel toekomst? Wij hebben gewoon nog plezier van die dingen die we doen, want we kunnen niet anders. Onze vormende jaren zijn al lang achter ons. Pak ons onze auto niet af. Maar, troost je, wij zijn straks dood. Hebben jullie het voor het zeggen? En omdat jullie straks voor het zeggen hebben, zorgen we nu alvast dat jullie goed zijn voorbereid om je aan de principes te houden waar je zo achter staat. Ja. Best een goed idee. Best een goed idee. Oh, Jezus. En dan weet ik echt. Dan heb je dus 2 van die kinderen thuis. En die gaan dan stiekem 's nachts opstaan om een Snicker te pakken. Jouw Snicker natuurlijk. Want jij mag dat. Want er zit gewoon niks aan die Snicker is circulair. Ja. Oh, het lijkt me eigenlijk heerlijk. Ik kan erover nadenken. Gewoon, dit is echt het goede treiter. Oh, jij vindt het zo belangrijk? Doe het maar. Precies. Ja, de over het klimaat. Van der Wal, die gaat over klimaat, geloof ik. Ja. Die heeft het cursiefje wat Ja 21 en BBB hadden geschreven, heeft hij afgewezen. Ja. Het plan. Maar hij vond het wel fijn dat er meegedacht werd. Maar hij deed er verder niks mee. Ja. Ja. Dit is niet wat je zegt polderen, hè? Dit zou je niet... je zou het niet verwachten. Nee. Je zou het niet verwachten. Gewoon, Jezus, je zit er in dat kabinet. Je hebt er in de Kamer een soort applausmachine zitten die net de meerderheid is. Ja. En je trekt je van niemand wat aan. Het is echt... Dit is waar je naar kijkt. Dit zijn de nadagen van het democratische model. Wat je hiernaar
krijgt, is fascisme. En dat komt door dat tuig daar. Oh ja, er was ook een, ik heb het niet gezien, maar Kaag die was op de televisie en die, die moest huilen omdat ze zo bedreigd werd. Oh, ja. En, de dochters hadden gezegd van, mama, stop ermee. Ja. Ik heb nog nooit zo'n geoliede terugtrekmanoeuvre gezien. Van Kaag, hè? Ja, we weten nu dus dat ze wil stoppen, want het is natuurlijk helemaal niet leuk om gewoon als iedereen kritisch op je is. En als je werk doet, werk doen wat je niet kunt is ook super kut, hè? Ja. Gewoon zeg maar ondergekwalificeerd zijn voor de baan. Dat is denk ik de reden van de meeste stress in dit land. Gewoon mensen, want er is namelijk systeem, hè? Je groeit altijd door naar het niveau wat je niet aan kan. Want daaronder zat je namelijk op het niveau, daar zat je op de top van je kunnen. En dan doe je het heel goed en dan zeg je werkgever, oh, misschien moet je ook minister worden. Nee, ja, nou, maar ze wilde helemaal geen minister worden, ze wilde premier worden. En dat zit er nu niet in. Dus ik denk dat je premier, als je het uitzoekt, dat de premier ook een minister is. Ja, dat is waar. Dat is waar. Maar dat is zeg maar, daar vindt ze zichzelf gekwalificeerd voor. En dat ze dan nu minister van Financiën is. Stel je ook een Kaag voor die de boel bij elkaar moet houden, zeg. Dat is kankergrappig eigenlijk. Ik kan alleen maar schisma's. Oh, jezus. Eigenlijk is het wel een sociaal experiment. Laat Kaag maar premier worden. Precies. Doe het maar. Dan hebben we eindelijk een vrouwelijke premier. Steek Rutte maar een dolk in. Zou Kaag weten wat een vrouw is? Is dat er wel eens gevraagd? Ja, ze heeft dochters. Ja. Noemt ze ook zo. Ja, ja, maar heel veel politici, als je zegt van wat is een vrouw? Dan zegt ze ja, hoe je je voelt. Ja. Tegenwoordig. Nou ja, dat is altijd een leuke vraag om te stellen. Precies. Kaag. Ja, Kaag is de Ubervrouw. Ja. Nee, je moet natuurlijk niet bedreigd worden. Hè? Dat ook even niet onbesproken laten. Iemand als Kaag bedreigen. Ja, dom. Ik vind het sowieso. Bij klasse. Wat voor mensen zouden haar bedreigen, denk jij? Zouden dat mannen of vrouwen? Nee, je had natuurlijk die fakkelman. Fakkelman was een man. Ja, en die zijn wij zelden vrouwen die bedreigen trouwens. Vrouwen stalken, mannen bedreigen. Ja, vrouwen. Ja, vrouwen zijn wel. Ja, die zijn gewoon achterbakser in hun afkeer. Die gaan spoeven. Ja. Dus dat zijn dus mannen die dan dus die vrouw bedreigen. Ja. Ik denk over het algemeen gewoon dronken mannen op Twitter. Dronken mannen op Twitter is gewoon een groot probleem. Ja. Er zou eigenlijk een alcoholslotje moeten komen op Twitter. Ja. Goed idee, even blazen in je telefoon. Ik denk eigenlijk sowieso gewoon dat dingen als laptops, iPads, telefoons, die zouden allemaal een alcoholslot moeten hebben. De optie dat je hem aan kan zetten. Ja. Dat je gewoon jezelf kan beschermen tegen het leed dat sociale media heet. Dronken sociale media. Ja. Dat is een hartstikke goed idee. Een alcoholslot voor het internet gewoon ook, ja. Ja. In ieder geval, Kaag die gaat er dus mee stoppen met verkiezingen. Ja. En dan gaat Jette denk ik weer terug. Hè? Weet ik niet, kan dat zo? Een beetje zo'n comeback. Ja, hit. Die wordt alweer een beetje gemasseerd hoor. Ja. Ja. Maar het probleem wat Jette heeft, is dat als hij eruit wil, hij heeft overduidelijk geen kinderen. Nee. Wat voor excuus kan hij dan mee komen? Homofobie. True. Hij voelt zich niet gewaardeerd door zijn collega's. Hij voelt zich minder gewaardeerd door zijn collega's dan doorgaans in de sauna. Ja, precies. Een heel ander soort aandacht wat hij krijgt. Ja. Ja, Jette. Zou hij het nog in zich hebben om een beetje goed te worden? Ik denk het niet. Ik denk dat die partij gewoon helemaal zo ziek is dat daar niks meer kan bloeien. Noem eens een leuke D66'er. Hans van Mierlo? Mm-hmm. Ja, dan moet ik even kijken wie de. Ja, nee. Ja. Nee, ja, tuurlijk. Die oude garde, prima. Wolfensperger en zo. En die Tom de Graaf. Tom de Graaf die zet wel heel graag Anne Frank in de trein. Maar goed, dat. Boris Dietrich.
Ja, Boris Dietrich is ook... Boris Dietrich is leuk, want die is heel erg pro-Israël. Dat is leuk aan, want zijn vriend is Israëli's. Ja. Dat is ook zo weer zo... Heb je er gewoon eentje die gewoon iets van Israël af weet... en die is dan pro-Israël. De rest is natuurlijk allemaal tegen. Want koloniaal en fascisme en whatever. Ja. Ik snap dit bericht niet. Had jij bewaard? Even kijken. A theater has urged white people not to attend a play... arguing that its audience should be free from white gaze. What is white gaze? Staren. Oké. Okay. Ja, dit is gewoon apartheid. Mm-hmm. Dit is gewoon apartheid. Dus je mag niet naar zwarte acteurs staren? Nou ja, het zou zo grappig zijn. En wat er is dat... Het idee is van blanken kunnen die grappen toch niet snappen, want die zijn blank. Oh. En dus als die dan in het publiek zitten, dan moeten ze niet lachen. Oh ja. En dan zitten ze alleen maar te staren. Oh, ja, je mag niet je inleven in de ander. Mm-hmm. En het vanuit het ander standpunt toch begrijpen en de humor ervan inzien. Nee, dat is onmogelijk. Ja. Dat is onmogelijk, maar het is natuurlijk gewoon, het is gewoon een beetje zo'n... Het is gewoon apartheid. En wie zijn deze mensen? Kennen we die? Nee, precies. Dat was een ga je al. Je kent ze helemaal niet. Waarom niet? Omdat je blank bent. Ja. En Nederlands. Ja. Zo, moeten we langzaam naar het einde toe. Ik begin er klaar mee te raken. Ja, dat gebeurt wel vaker bij jou. Ja. We zijn nog maar 3 kwartier bezig. Daarom. Ja, maar het hoeft ook niet altijd. Wat is er met die deelauto's? Heb ik dat gedingest? Nee, die heb jij gedingest. Ik weet het niet. Oh ja. Het is... mogen alleen nog maar deelauto's in Amsterdam. Oh ja, dat is een beetje ding. Ja, dit is wel woedend makend, dit. Dus, dat je dus... Ja, auto staat meestal stil. Oh ja, hij rijdt maar een uur in de week of zo, volgens deze mevrouw. Ja, dus je moet deelauto's hebben. Maar dit is ook weer typisch... Dit bewijst ook dat welke mate GroenLinksers opkomen voor de stad. Ze hebben echt gewoon groen, dat zien ze een keer vanuit de trein. Maar ze komen nooit, zeg maar. Ze hebben geen enkel, echt nul begrip voor mensen op het platteland. Als jij op het platteland woont... En je woont er op een boerderij. Met wie ga je in godsnaam je auto delen? Ja. Ja, maar dit gaat ook over auto's in de stad. Het gaat niet over het platteland. Het gaat over het hele... Het is landelijk. Het gaat over het hele land. Echt? Tuurlijk. Nee. Tuurlijk. Oh. Dat zou... Nee, maar volgens mij... Nee, volgens mij... Ik dacht ergens gelezen te hebben dat dat over... Hier, auto's staan 23 uur per dag gemiddeld stil. Wat is gemiddeld stil? Ja, wat een rare zin. En het feit dat je een auto... Auto's staan gemiddeld 23 uur per dag stil. Dat is een normale Nederlandse zin. Auto's staan 23 uur per dag gemiddeld stil. Ja. Nee, maar het... Een heel inefficiënt gebruik van ruimte en kostbare grondstoffen. Kijk, als alleen ruimte zou zeggen, dan zou je nog denken... het gaat waarschijnlijk over de stad. Maar het gaat dus ook om kostbare grondstoffen. Dus betaalbaar OV als ruggengraat is van je hele... Dus... Ja, maar je hebt een auto... Nog een... Jezus! Dus, dubbele punt, betaalbaar OV als ruggengraat is van je hele vervoerssysteem. Die mevrouw kan geen Nederlands. Deelauto's in alle wijken en dorpen. Zodat iedereen toegang heeft tot een elektrische auto. Ook nog een elektrische auto. Lekker in je dorp. Jezus, kun je net naar het volgende dorp rijden. Ja. En ook nog delen, zeg maar. Gewoon... Nee, je hebt dus die Jezus, auto... Man, stil, buren woonde... Ik heb die auto stilstaan... opdat ik gewoon standtepeden in die stilstaande auto kan stappen... als het nodig is. Want ik heb niet zo'n georganiseerd leven... dat ik een agenda heb dat ik volgende week woensdag... om 3 uur ergens heen moet zijn. Nee, ik word gebeld en kan je over 1,5 uur daar zijn. Dan moet die auto daar staan. Ja, zeker. Zeker. En ik heb gewoon mijn auto stilstaan... omdat ik gewoon niemand gun dat iedereen rijdt. En ik heb smetvrees. Dus mensen moeten met een poten van mijn auto afblijven. Raar dat je smetvrees hebt. Nou, is ook niet zo. Maar stel je voor. Oh.
Mensen met smetvrees dan. Ja. Nee, maar nee, is natuurlijk niet. Mensen met smetvrees is gewoon niet het argument. Smetrace. Het is smetrace. Je auto is gewoon een soort van je tweede huis, zeg maar. Als je eigen huis, als je huis een bende is, stap je in je auto, ga je een stuk rijden om een beetje rust in je hoofd te krijgen. Tenzij je dus niet durft te rijden, omdat je een of ander. Nee, en die deelauto's die moeten ook altijd zo netjes blijven. Ik gooi gewoon alles op de grond en dan één keer in de zoveel tijd gooi ik die grond er weer uit. Ja. Oh, ik zo woedend makend. En ook nog eens elektrisch. Het is gewoon zo'n totale onzin dat elektrische auto's goed zijn voor het milieu. Het enige waar ze enigszins goed voor zijn, is de luchtkwaliteit in de stad. That's all. Gewoon die mijnen waar die accu's uit gemaakt worden. Dat is niet goed. Dat is niet gezond. Het is niet goed voor het milieu. Het is afschuwelijk voor de mensen die daar werken. Ja. Dan kun je beter olie uit de grond halen. Omdat de vervuiling dus niet plaatsvindt in de stad, zorgt het daar dat de luchtkwaliteit wat beter is. Dat is het enige wat elektrische auto's te bieden hebben qua milieu. Het is zo losgezongen van enig, gewoon van verstand, van een beetje kennis ergens van hebben, gewoon van iets weten. Het is helemaal niet. Dit zijn echt mensen die zijn er gewoon op gespitst, volgens mij, de hele dag om maar vooral niks te weten. Want zodra ze iets weten, dan kon het wel eens zijn wat ze al dachten niet klopt. En dat willen ze niet. Hebben we al gezegd wie dit heeft gezegd? Dat is Suzanne Kreuger. Van GroenLinks op Twitter. Op Twitter. Waar toch één eigenaardige Nederlandse zin zit. Want ik weet niet wat gemiddeld stilstaan is. En één zin die niet klopt. Van de vier zinnen hebben we het hier. Ja. Jezus. Het is zo erg. Het is zo erg. En het is natuurlijk gewoon, ja, ook wel weer de toekomst. Ja. En moeten we het nog over Kirak hebben? Ja, ik vond het wel even grappig om te vermelden, dat dingetje. Ja. Want ik zag dat toevallig op NRC. Dat is dan dus een. Kirak is een kunstcollectief wat nu in een rechtszaak zit met Michel Houellebecq. Ja. En dit heet Kirak lift mee op de slechtste instincten van de mensen. Dat is een soort ingezonden stuk van een man die heet Gavi Keizer. Ik denk dat het Gavi is. Ja. Kennelijk is de man essayist, programmamaker en filmcriticus. Er zit een portretfoto bij. Echt zo'n arrogante baks heb je zelden gezien. Ja. En ik weet niet wie die man is. Een heel lang stuk waarin hij zeg maar uitlegt dat wat Kirak doet parasitair is of weet ik veel wat allemaal. Ja. En het zal allemaal wel. Maar wie in godsnaam is geïnteresseerd in de mening van Gavi Keizer? Ja, hij schrijft. Het is iemand die schrijft over populaire cultuur. Ja. Ja. Hij is filmjournalist en filmdocent. Oh, die foto, hoe oud zou die zijn, denk je? Ik denk dat pensioengerechtigde leeftijd heeft. Ik denk iets jonger. Het is gewoon dit soort types die gewoon geen zak voor elkaar hebben. Ja. De arrogante bakkers echt op een pasfoto gaan. Het is nog erger dan. Ja, er is ook binnen Kirak is er ook weer een schisma. Oh. Want je hebt ook Tariq Sedouma, ik weet even zijn achternaam niet precies. Die een beetje provocerende, grappige vent die vaak gefilmd wordt en ook dialogen aangaat, zeg maar, namens Kirak. Maar die is daar nu weer uitgestapt. En die zegt dat hij zich weer door Stefan niet gewaardeerd wordt. Want hij heeft die brief aan Houellebecq geschreven. En nou doet Stefan, of hij zelf de brief heeft gegeven. Ik had hem heel lang aan de telefoon laatst. Want hij vroeg of ik kon fotograferen op een event. Want hij is nu nog steeds bevriend met Houellebecq. En die hebben zaterdag de 27e morgen dus een evenement in zijn studio waar Houellebecq kon praten. Dus intern gebeurt er ook allemaal dingen. Zo. Ik volg het helemaal niet. Ik heb zelfs de trailer niet gezien. Het boeit me ook eigenlijk verder niet. Ah, ik volg het wel een beetje. Ik vind Kirak prima, toch? Het is gewoon een cultureel fenomeen. Jezus, moet dat er weer een moreel oordeel over? Het is gewoon toch. Het is leuker met zo'n clubje erbij dan. Want er gebeuren dingen. Ja. Net zoals dat het leuker is met een opwarmende aarde dan met een stationair draaiend klimaat.
Ja. Het is gewoon, er gebeuren dingen. Het is belangrijk dat er dingen gebeuren. Ja. Goed, goed. Nou, vindt u dat ook? Dan is het misschien tijd dat u gaat doneren. Ja. Ja, wij kunnen ook gewoon onregelmatig... Dat we gewoon pas bij voldoende donaties weer iets doen. Nee. Ja. Nee, dat kunnen we doen. Of dat we kunnen ook een schisma doen. Dat een van ons uit Brandt en Immink stapt. En verder gaat als Immink. Dat jij dan verder gaat als Immink. En dat ik hier Brandt en Immink blijf zijn. Ja, dat... Dat is toch zo'n grapje? Voor mij misschien was het wel echt. Dat zo'n Brits koppel, die wilde... stel. Ja. Die wilde hun tweelingdochter Anna en ook Anna noemen. Ja. En dat mocht niet van de rechter, denk ik, of zo. Ja. Dus die... van de Velschaps- heette de kinderen Mary en ook Anna. Nou, mensen, het was leuk dat we weer tegen jullie aan mochten lullen. En... Deel het en we willen en abonneer meer, u. En we willen meer abonnees en volgers en belletjes en dingen, want dat is goed voor ons. Dat is goed voor ons, daar worden we gelukkig van. Ja, onze ego's worden groter. En hoe groter het ego, hoe leuker de show. Ja, ik was al die gewoon, bescheidenheid de hele tijd. Ik had gewoon twijfels of we vandaag door moesten laten gaan, maar hij heeft me er gewoon doorheen geslopen. Dus, ja, precies, maar dat blijf ik natuurlijk niet doen. Nee, dat moet u doen. Doei. Ik zie echt, hij is fucking hippie. Okay. Oh ja, dit had ik nog een keer willen doen. Helemaal vergeten. Maar ik ging gewoon een stroopwafel eten. Terwijl die microfoon op mijn slok daarom zit. Ja. Oh jee, daar gaat gezeik van komen. Daar gaat gezeik van komen. Oh, vies. Maar gelukkig komen de mensen helemaal niet zo ver met luisteren. Precies.